Op 16 maart 2008 maakte Nico Schoof bekend dat hij zijn functie als burgemeester van de gemeente Alphen per 1 november zou beëindigen. Hij maakte gebruik van de regeling om met vervroegd pensioen te gaan. Aan de hand van een profielschets, opgemaakt door het college, ging men op zoek naar een nieuwe burgemeester. Er moet vooral boven de partijen staan. Het moet een benaderbare man zijn, of vrouw natuurlijk moest het zijn, hè, want u praat nog steeds over de profielschets. Ja, het moest een man zijn die ook wil opbouwen, samenwerken en natuurlijk partijen wil samenbrengen en samenhouden. Want dat is het belangrijkste voor een burgemeester. In oktober werd bekend dat de 52-jarige Wim de Gelder de nieuwe burgemeester van Alphen zou worden. Hij werd maandag 1 december officieel geïnstalleerd in het Alphense stadhuis ten overstaan van de commissaris van de Koningin, Jan Fransen. Het was gewoon vandaag een dag dat ik in Bloemendaal nog het een en ander gedaan heb. Maar ja, die avond is dan de grote gebeurtenis, het grote feest. En het was natuurlijk erg leuk dat de commissaris van de Koningin hier in de raadzaal bij mij de eet afgenomen heeft. Op het einde van de avond ontving Wim de Gelder de ambtsketen uit handen van loco-burgemeester Robert Blom. De Gelder is burgemeester van Alphen voor een termijn van 6 jaar. Het college heeft hem wel een aantal doelen gesteld. Dat we nog eens goed naar de stadsvisie moeten kijken. Willen we inderdaad ooit groeien naar 100.000 inwoners? Moeten er nog zoveel woningen bij komen? Wat doen we met het Groene Hart? Wat doen we met de infrastructuur? Maar ook hoe gaan we om met de bewoners op de Lage Zij, waar natuurlijk een grote operatie te wachten staat. Dat zijn van die dingen en daar heb ik me behoorlijk in ingelezen. En ik ga met heel veel plezier samen met de gemeenteraad die uitdaging aan. Wim de Gelder is een man die dicht bij de mensen probeert te staan. Als ik hier in de organisatie ben, dan proberen de ambtenaren die proberen mij met u aan te spreken. En dat houden ze dan 10 minuten vol. En dan vanzelf wordt het je en jij. Dan zeg ik niet dat dat goed is, maar ik schijn iets uit te stralen dat mensen wat makkelijk contact met me maken. En ik maak het zelf ook makkelijk, kan ik u zeggen. Wim de Gelder heeft een vrouw en 2 kinderen.